Wat als de waarheid niet bestaat? Ik ben Elke vermijden en in mijn eigen gezondheidsreis verschoof mijn aandacht steeds meer van de zichtbare naar de onzichtbare wereld. In deze holistische gezondheidsreeks leg ik alle puzzelstukjes samen en interview ik gezondheidsexperts in hun domein, zodat jij ook jouw unieke waarheid kan vormen. Welkom bij Holistisch Gezond. Hey, hallo elke hier. Welkom in deze eerste aflevering van de holistische reeks. Holistisch gezond genaamd, van de Oh My Goodness Podcast. Het is een tijdje geleden, het is waar. Ik heb heel even, of laat ons zeggen, een hele tijd pauze genomen hier in de Oh My Goodness Podcast. Omdat ik met heel veel andere projecten ben bezig geweest, die eventjes mijn aandacht opslorpten. Maar de plannen om deze reeks te maken. Die heb ik al heel lang geleden gemaakt. Ik denk dat die al teruggaan van in de tijd van de Rebels Only-reeks. Dus uh, het heeft op zich laten wachten, maar uh, ja, het is de moeite waard geweest. Want ondertussen heb ik zelf ook nog zoveel meer inzicht gekregen over ja, waarom het zo belangrijk is om deze reeks nu op te starten, wat het voor mijzelf betekend heeft en waarom ik natuurlijk de komende weken uh, een heleboel gezondheidsexperts ga interviewen. Want holistische gezondheid, ja, dat is nu toch zo wel mijn, mijn stokpaardje geworden. Dat is effectief waarvan ik voel: dat is het. Dat is wat ik te brengen heb. Uh, maar ja, zoals dat je weet, heeft het mij heel veel bloed, zweet en tranen gekost om, ja, om hier te komen. En besef ik nu pas dat ik um, jarenlang eigenlijk maar. Uh, met één facet ben bezig geweest van gezondheid. Een heel belangrijk facet. Nog altijd niet onderschatten. Nog altijd geen seconde spijt van, omdat het zo'n belangrijk en essentieel onderdeel is geweest van mijn pad. Namelijk voeding. Maar uh, ja, voeding is maar een stukje van de complete puzzel. En voor mij gaat holistische gezondheid over de bewustwording van alle lagen die bijdragen tot hoe jij in dit leven staat. Op alle domeinen. Mentaal, emotioneel, spiritueel, fysiek. Dus voor mij gaat gezondheid niet alleen over hoe gezond is jouw lichaam, maar jouw complete zijn, jouw complete wezen. Body, mind, soul, zoals ze dat in het Engels heel mooi zeggen. En dat is zodanig een grote brok, als ik het zo mag uitdrukken, dat ik mij heel lang er niet heb durven aan wagen. Ik heb altijd ergens in de achterkant van mijn hoofd geweten dat het veel verder gaat dan voeding. Maar het is natuurlijk zo ruim en zo veel om dat allemaal te gaan brengen. Zeker binnen de context van één bedrijf. Tot ik op het punt belandde waar ik niet anders kon, waar mijn eigen gezondheidszoektocht zo'n proporties begon aan te nemen dat ik die stukjes van mezelf niet meer kon wegdrukken of niet kon laten zien in mijn bedrijf. Het is voor mij essentieel namelijk om mijzelf ook als identiteit te kunnen tonen binnen mijn bedrijf. Elke is goodness. En andersom. Dus het zou niet kloppen om alleen maar het voedingsverhaal te blijven delen. zonder aandacht te hebben voor al die andere puzzelstukjes. die ik gaandeweg heb gevonden. en die zoveel betekend hebben voor mij. Op een bepaalde manier is elk puzzelstukje even belangrijk. en kan ik van geen enkel puzzelstukje zeggen dat het belangrijker was dan het andere. En ik erken dat voeding daarin voor mij heel cruciaal is geweest. In Um, ja, op het fysieke niveau. Maar dat zelfs binnen het voedingsaspect uh, er zoveel meer ook is. Dat je zelfs voeding ook vanuit emotioneel en spiritueel en mentaal oogpunt kan gaan benaderen. En dat er daarnaast nog zoveel andere elementen spelen op vlak van onze gezondheid. En ik ben super dankbaar dat ik de voorbije twee jaar um, mijn gezondheidsreis... Op een ander level ben aangegaan, op een veel dieper level dan voorheen, eh, omdat ik er echt klaar voor was. En ja, de transformatie waar dat we als wereld en als collectief doorgaan, hebben mij daarin wakker geschud, hebben mij dat versneld doen aangaan en hebben ervoor gezorgd dat ik in een recordtempo zoveel lagen dieper ben kunnen gaan en dat ik nu ook effectief klaar ben om wel die holistische gezondheidsmissie naar buiten te brengen, zelfs met goodness. Dus dat is ook de reden waarom. Ik spreek over Goodness 2.0. Uh, mijn bedrijf valt in geen enkel opzicht meer te vergelijken met hoe ik er ooit mee gestart ben. Goodness was oorspronkelijk een bakmixenmerk. En dat klopte ook helemaal met de missie die ik bracht. Uh, de buik is zo belangrijk als het gaat over uh, darmgezondheid. Maar de buik is in alle opzichten belangrijk. Ook wanneer we de link leggen met onze mentale gezondheid, maar vooral als we naar het spirituele stukje kijken. En als het erop neerkomt om vanuit onze buik verbinding te maken met ons hogere zelf. Dus het zat klaar om uit te breken. En voilà, dat is eigenlijk al gebeurd. Hè. Sinds 2023 eh, hebben we hier de switch gemaakt naar alle aspecten van gezondheid. En komen we ook heel erg duidelijk naar buiten met onze eerder onzichtbare gezondheidsmissie. En wat bedoel ik daarmee? Er is zoveel werk te doen in het onzichtbare veld, in het ontastbare veld. Iets wat ik dan de lucht noem. Um, het start eigenlijk vib eh, vibrationeel in de niet-zichtbare wereld, om dan uiteindelijk een vertaalslag te maken naar de derde dimensie, naar deze wereld. Dus wanneer wij naar onze gezondheid gaan kijken dan schieten we altijd tekort als we enkel het fysieke lichaam gaan proberen te begrijpen. En dat is nu exact wat de wetenschap doet. De wetenschap probeert vanuit de aardse dimensie de fysieke realiteit te begrijpen en daar verbanden te zoeken en oorzaken te zoeken. En op een bepaald niveau slagen ze daarin. Maar op vele vlakken slagen ze daar ook niet in, want er is zoveel tegenstrijdigheid als het gaat over voeding. Je vindt heel veel diverse invalshoeken en waarheden als het over voeding gaat. En op een bepaalde manier heb ik dat altijd lastig gevonden omdat ik iemand ben die niet graag in hokjes denkt, maar wel beseft dat de wereld daar soms nood aan heeft, waardoor ik mij heel rechtlijnig binnen bepaalde hokjes heb proberen houden om het voor de mensen gewoon duidelijk te houden. Want als je tegen mensen zegt: "Ja, alles is eigenlijk de waarheid", dan weten ze helemaal al niet waar ze moeten beginnen. Maar eigenlijk is alles en niet de waarheid, afhankelijk vanuit welk perspectief dat je kijkt, van met welke bril je kijkt. Dus ja, het is een uitdaging. Maar van zodra ik mezelf de toestemming gaf om niet langer vanuit die fysieke wereld, die zichtbare wereld, te proberen werken, maar te gaan uitzoomen en ook contact te maken met de onzichtbare wereld, is het zoveel makkelijker om dat verhaal te brengen. Want vanuit de onzichtbare wereld beseffen we allemaal dat onze eigen waarheid uniek is. En dat we als individu um, hier allemaal specifieke lessen te leren hebben. En allemaal um, ja, al lang geen onbeschreven bladeren meer zijn. Met name onze eigen levens uh, hebben ons gebracht waar we nu zijn. En onze gezondheid is het resultaat van de personen die we geworden zijn doorheen onze levens, met een rugzak vol met uh, onverwerkt pijn en trauma, maar zelfs ook onverwerkt pijn en trauma van vorige generaties en wie weet zelfs vorige levens, um, zijn we op vandaag belast met uh, zaken waar we niet altijd bewust van zijn. Dus hoe wil je nu vanuit de fysieke realiteit jouw gezondheid helemaal gaan begrijpen als je niet bereid bent om al die andere stukken er ook bij te nemen? Daarom dus mijn holistische gezondheidsmissie. Om echt alles bespreekbaar te maken. Ook die zaken waar heel veel mensen in de wetenschap nog van zeggen dat het onzin is en dat het niet te bewijzen is. Ik ben op een punt gekomen dat ik ook eigenlijk helemaal niet meer op zoek ben naar wetenschappelijk bewijs. Want het bewijs is mijn leven. Het bewijs is mijn eigen aardse manifestatie die op veel meer gebaseerd is dan op de tastbaarheden in mijn leven. Integendeel. Alles wie ik geboren ben, is het resultaat van energetisch werk, van emotioneel werk, van mindsetwerk, van werken aan mijn voeding. Je hoort het al. Een hele lijst, een hele opsommingslijst van dingetjes die ik gedaan heb in mijn leven om te komen waar ik op vandaag ben. Dus hoe zou ik in Gods naam met mijn hand op het hart mijn gezondheidsmissie kunnen verder zetten zonder aandacht te besteden aan al die elementen? En een tijdje terug zag ik in. Hoe die elementen ook werkelijk kunnen benoemd worden en hoe in alles een logische, ja, een logische flow zit. En dat het ene niet zonder het andere kan. Ik begon namelijk op een bepaald moment de reflectie te maken naar de vier elementen. Jullie wel beter bekend als lucht en als water en als vuur en als aarde. Het waren concepten die ik altijd wel had gekend, maar ik kon er bij mezelf niet zoveel betekenis aan toekennen. Tot op het moment dat ik eigenlijk zag wat al die elementen in mijn eigen leven waren gaan betekenen en hoe ze allemaal in contact staan met elkaar en hoe ze allemaal zorgen voor mijn gezondheid hier op aarde in dit aardse lichaam. Ik kan met andere woorden niet omheen die elementen als ik mijn lichaam volledig in beschouwing wil nemen. Mijn lichaam hier op aarde is de manifestatie van het werk dat ik doe in mijn luchtelement, in mijn waterelement en in mijn vuurelement. Lucht dat staat voor onze gedachten. Dat staat voor ja, het ontastbare. Voor de wijsheid op een hoger niveau. En vanuit dat luchtelement gaan wij onze gevoelswereld gaan creëren. Want onze gevoelens die zijn rechtstreeks gebaseerd op wat we denken. Het is ook zo dat in onze energielichamen de verste laag het gedachten, het mentale lichaam is. En dat daaronder uh, het emotionele lichaam zit. Dus de gedachten zorgen voor de vibratie van uw emoties. En vanuit jouw emotionele vibratie ga je handelen. Vaak is dat heel onbewust, maar van zodra dat je je daar bewust van wordt, wordt het heel interessant. Want jouw emotionele vibratie gaat ervoor zorgen dat je al dan niet bepaalde acties neemt. En het is die actie die uiteindelijk gaat zorgen voor de aardse manifestatie. En we zitten bij het element aarde. Dus ik heb jarenlang met de aarde gewerkt, met mijn lichaam gewerkt, maar alleen door me te focussen op wat er in de materie zit, wat er in de aarde al is. It makes no sense natuurlijk als je nu hoort hoe alles energie en vibratie is en dat alles trilt samen richting. De aarde. De aarde is eigenlijk het eindproduct, het eindresultaat van alles wat daarvoor gebeurd is. Dus eerst de gedachten, dan de emoties en dan de acties. Het heeft dus geen enkele zin om ons af te vragen waarom er met ons lichaam dingen gebeuren zonder erbij stil te staan wat er in die andere energetische lagen eerst gebeurd is. Dus we zijn eigenlijk genoodzaakt om bewuster te worden van onze eigen gedachtenwereld. We kunnen onze emoties niet langer ontlopen. We hebben ze te verwerken. Want van zodra we emoties wegduwen, worden we geconfronteerd met vibraties die alle kanten opschieten, waar we geen controle over hebben. Maar het zijn die vibraties die ons tot actie leiden. En wanneer die acties niet vanuit een doorvoelde plek zijn ontstaan, dan krijg je dus manifestaties. Die eigenlijk onzuiver zijn. En dan krijg je een relatie met je lichaam die vaak onzuiver is. Als we het nu heel specifiek over gezondheid hebben. Want ons lichaam vertelt ons zoveel. Hoe we naar ons eigen lichaam kijken. De relatie die we hebben met voeding. De klachten die we hebben. Het zijn allemaal de uitingen van trillingen die we zelf gecreëerd hebben. Vaak onbewust. In ons cellulair geheugen zit een bepaalde trilling opgeslagen, die het resultaat is van wat er in vorige generaties gebeurd is, dus die we geërfd hebben, die in ons eigen leven is opgebouwd. Dus wanneer we in ons fysieke systeem, in ons lichaamscellen, iets willen veranderen, dan hebben we meer nodig dan gewoon een aanpassing in de fysieke wereld. Dan hebben we echt af te stemmen op de trilling in onszelf, die meestal het resultaat is van bepaalde gedachten of onverwerkte emoties. En het is pas door die stukken te gaan aankijken dat we de trilling kunnen veranderen. En vanuit een veranderde trilling gaan jouw lichaamcellen vanzelf mee evolueren. En dan krijg je pas een bepaalde doorleeftijd. En dan krijg je pas oprechte aardse manifestaties die zuiver zijn. Omdat je ze hebt aangekeken, omdat ze zijn opgeruimd. Ik moet jullie misschien eerst even terug meenemen naar dat luchtelement, hè. Want als we ervan uitgaan dat alles start bij wat we denken, en ik ben ervan overtuigd dat er nog veel meer lagen daarbuiten zitten, we hebben ook een kosmisch bewustzijn, maar laat het ons in deze aflevering vooral hebben over de energetische lagen waar we zelf toegang toe hebben als individu. Dus um, ik start daarom bij de gedachten. En als we ervan uitgaan dat onze gedachtewereld zo krachtig is in wat we manifesteren op aarde en welke gezondheid we hier neerzetten. Dan moeten we ons vooral de vraag stellen waar die gedachten vandaan komen. En ik heb ontdekt dat die gedachten van op twee plekken kunnen komen. Die gedachten kunnen ontstaan vanuit een bepaalde wilskracht. Ons ego, de identiteit die we hier vormen op aarde, die kunnen ons laten geloven dat bepaalde gedachten de waarheid zijn. Dus onze gedachten kunnen als vastgeroeste gegevens en als een donkere wolk boven ons hangen. Uh, en ons het idee geven dat dit nu eenmaal de waarheid is, dat dit de realiteit is. Wanneer je dus zo vast zit in jouw eigen waarheidsvinding en in jouw hokjes, dan is het ook heel moeilijk om de andere zaken te gaan veranderen. Dan is het namelijk heel moeilijk om emotioneel iets in beweging te krijgen en om ook andere acties te nemen. Dus eigenlijk start het al bij ons luchtelement, om daar eens vanuit een ander perspectief naar te kijken. Want wat zijn onze gedachten? Onze gedachten die zijn vaak het resultaat van onze opvoeding en van wat we in de maatschappij geprogrammeerd krijgen. Want uiteindelijk worden we continu gehypnotiseerd zonder dat we dat zelf weten. Herhaling zorgt voor hypnose. En hypnose gebeurt gewoon door het leven, door naar tv te kijken, hè? door de media te volgen, door um, op de schoolbanken steeds hetzelfde verhaal te horen, door de overtuigingen van onze eigen ouders te horen worden onze gedachten gevormd. En wij gaan onze gedachten zien als de waarheid. Ook al wringt dat op een gegeven moment en voelen we dat misschien op een bepaald niveau niet klopt, we hebben het er heel moeilijk mee om die gedachtenwereld in vraag te gaan stellen. En dat komt omdat we heel erg het luchtelement zijn gaan benaderen vanuit onze aardse ego-identiteit. En vanuit die programmering. Je kan met die programmering aan de slag gaan natuurlijk, en daarover ga ik het straks hebben. Maar je kan je er ook van bewust zijn dat er boven die gedachtewereld, dus een volgende energetische laag, dat er ook een zielselement aanwezig is. En dat dat zielselement helemaal niet belast is met de zaken die wij op aarde kennen en waar wij op aarde mee geconfronteerd worden. De ziel in zijn pure kern heeft er allemaal geen last van, van die programmeringen. De ziel is gewoon. En de ziel, die weet exact wat wij hier in dit leven komen doen. De ziel is dat onbeschreven blad op een bepaald niveau. Want uiteindelijk, als je nog verder gaat, kan je ook wel zeggen dat zielen ook trauma in zich kunnen dragen van vorige levens, bijvoorbeeld. Maar laat ons alles instellen dat de ziel met een duidelijk plan aan de slag is gegaan om ons neer te zetten hier op aarde in dit leven. Dus wanneer wij vanuit onze gedachten alleen verbinding maken met de stukken die ons in dit leven zijn verteld en zijn aangedaan, dan is onze realiteit heel beperkt wanneer we er echt voor openstaan dat er ook een hogere zielenwaarheid is, een hogere zelf is, dan krijgen we binnen dat luchtelement een veel bewustere en ruimere invloed. Dan kunnen we namelijk, in plaats van onze gedachten te laten heersen over onze wereld, contact maken met ons ziel, met ons hogere zelf. En wanneer je van daaruit je realiteit gaat vormen, dan ga je voelen dat dat al een veel stuk zuiverder is. Want dat is niet belast met trauma, dat is niet belast met emoties, dat heeft niks met programmering te maken. Op een gegeven moment besefte ik heel goed dat er een groot verschil is tussen mijn intuïtie en mijn ego. En zonder het ego af te wijzen, want we hebben het ego nodig in dit aardse leven, anders zouden we geen identiteit hebben. En zonder identiteit is het nogal moeilijk om te bestaan, laat ons dat duidelijk zijn. Maar op een bepaald niveau was het voor mij wel heel erg dienend om contact te maken met dat zielenstuk, want ik voelde dat veel zaken in mijn leven niet klopten. Dat heel veel zaken het resultaat waren van een programma dat ik maar op automatisch piloot aan het afdraaien was, maar dat dat mij helemaal niet blij maakte. Of dat ik constant geconfronteerd werd met een gat in mij dat moest gevuld worden. En wat ik ook deed in dit leven, dat gat raakte niet gevuld. Dus wat was in godsnaam de bedoeling van dit alles? Wat was het hogere doel van mijn bestaan? En waarom voelde ik dat de acties die ik nam op een bepaald niveau niet echt zinvol waren? En die bijdroegen tot wat ik werkelijk hier te doen had. Ja, dan moest ik eigenlijk bereid zijn om mijn gedachten los te laten, om de programma's heel zuiver te zien voor wat ze waren en om in verbinding te treden met het hogere zelf. Het hogere zelf dat vanuit dat onbeschreven blad vertrekt en dat eigenlijk helemaal niet belast is met al die stukken waarvan ik jaren heb gedacht dat ze wel van mij waren. En hoe ik dat heb gedaan, het contact maken dan met mijn hogere zelf. Uh, wat mijn uitverkoren manier is geworden, dat is tarot. Ik heb er al eerder over gesproken en ik heb, ben er natuurlijk uh, via social media en zo heel veel gaan rondtelen. Ik heb dan ook uh, de aparte podcaster mini-reeks gemaakt, Tarot als Zieligets, omdat gewoon al over het thema tarot zoveel te vertellen valt. En dat krijg ik niet uitgelegd hier in één aflevering. Maar het is voor mij wel de poort gebleken tussen de onzichtbare en de zichtbare wereld. Het is voor mij dat stukje geweest dat ik ontbrak in mijn luchtelement. Mijn luchtelement was beperkt met enkel gedachten uit dit aardse leven, maar er zit nog een laagje daarboven en er zitten eigenlijk nog vele lagen daarboven. En de vraag is: hoe zinvol is het om met al die lagen aan de slag te gaan? Als je het mij vraagt um, om zo geaard mogelijk te blijven, is het niet zinvol om te diep te gaan in al die dimensies daarboven, maar het is wel zinvol om met onze ziel te werken, want onze ziel is zuiver. Die handelt zuiver. Onze ziel die weet wat dat liefde is, die handelt niet vanuit angst, maar vanuit pure liefde. Dus als ik ervoor wilde zorgen dat ik een zuivere relatie kreeg met mezelf, met mijn lichaam, met mijn gezondheid, dan had ik in eerste instantie die afstemming te doen met mijn ziel, met mijn hogere zelf. En die zoektocht is al jaren geleden natuurlijk begonnen tijdens mijn spiritueel ontwaken, waarover ik ook al um, afleveringen heb opgenomen hier in deze podcast. Dus ga gerust eens terug gaan zoeken als je geïnteresseerd bent in de verhalen rond mijn spiritueel ontwaken. Maar alleszins, dankzij Tarot kreeg ik ineens een shortcut naar mijn ziel. Terwijl ik er vroeger vaak heel lang over deed, dat het hele lange processen waren om te achterhalen en wat wil ik nu? En dat het vaak gissen was of ik wel de juiste stappen aan het zetten was werd het met dat rotte kristal helder. Ik kon op elk moment intappen op mijn hogere zelf... en connectie maken met die hogere wijsheden in mij. Waardoor ik eigenlijk in dit aardse gedaante niet meer te veel moest twijfelen... of dat ik toch alleszins in staat was om niet meer te veel belang te hechten aan mijn gedachten. Want ik wist eigenlijk dat mijn gedachten ja, maar gedachten zijn. En dat ze heel vaak handelen vanuit programmeringen, vanuit trauma. Dus ik kon eigenlijk op een gegeven moment daardoor neutraler kijken naar wat ik dacht en voelde en meer aandacht gaan schenken aan de hogere zelf. Omdat ik weet dat op een hoger niveau dat alleen maar ja, het juiste met me voor heeft. Mijn ziel weet exact wat ik hier kom doen, dus waarom zou ik daar nog aan twijfelen? Terwijl dat mijn ego mij vooral wil beschermen voor um, ja, om, om bepaalde dingen niet te moeten voelen. En vanuit ja, mijn hormonale... Um, fysieke gedaante wil mijn lichaam mij natuurlijk beschermen voor mijn leven en wil mijn lichaam dat ik overleef. Maar op een hoger niveau ja, dient mij dat natuurlijk niet en zou mij dat alleen maar klein houden. Dus als ik wil groeien als ziel, dan heb ik vooral te luisteren naar mijn ziel en niet naar mijn ego. Dus ik ben super dankbaar dat Tarot mij daar heeft geholpen in het zichtbaar maken van dat luchtelement en om. ...andere gedachten te gaan vormen... ...die niet gebaseerd zijn op pijn en op trauma... ...maar op die hogere wijsheid. Nu, vanuit ons luchtelement... Um, ...komen we terecht bij het waterelement. En water staat voor onze emoties. Onze emoties die willen gevoeld worden, doorleefd worden. En heel vaak zijn we niet in staat om onze emoties te voelen... ...omdat we dat niet geleerd hebben. We hebben niet leren voelen. In onze samenleving... Um, heeft het niet zo met emoties. Hè? Uh, en ik denk dat dat eigenlijk heel logisch is. We komen van generaties lang aan uh, overleven. Hè, mijn grootouders en de generatie daarvoor, die waren zodanig bezig met overleven dat die de ruimte niet hadden om emoties te doorvoelen. Die hadden daar geen tijd voor. Die moesten gewoon zien dat er eten op tafel kwam en dat, dat we konden overleven. Dus ik ben super dankbaar dat we nu in een tijdperk zitten waar we wel de ruimte krijgen om emoties te doorleven en waar we wel de ruimte krijgen om met al die facetten van onszelf bezig te zijn. Omdat de aandacht van overleven nu verschuift naar groeien als ziel. En daar mogen we echt dankbaar voor zijn, dat we in een tijdperk zitten waar dat kan. Nu, dat waterelement is op een bepaald niveau gekoppeld aan het mentale stukje. Maar alvorens dat we het waterelement terug volop kunnen laten stromen moeten we natuurlijk eerst kijken waar het nog energetisch geblokkeerd zit. En dan komen we heel vaak terecht bij klachten en bij chronische pijnen en bij ziektes. Ziektes ontstaan zo vaak op plekken waar ooit trauma niet volledig doorleefd werd. En dan gaat zich dat op fysiek niveau gaan stagneren. Ons lichaam bestaat grotendeels uit water, dus het is ook niet verwonderlijk dat ons, uh, ons lichaam de energetische trilling uh, voelt van emoties. En wanneer dat we niet in staat zijn om een emotie volledig te doorleven, dan spreekt het voor zich dat het lichaam daar ziek zal worden. Emotioneel werk is bij mij ja, heel cruciaal gebleken. Ik denk dat het een van de belangrijkste stukken in mijn eigen proces is waar ik naar te kijken had. Niet alleen het onopgeloste emotionele traumawerk vanuit mijn eigen leven, want dat was eerlijk gezegd vrij minim. Maar waar ik van geschrokken ben, is uh, van het enorme emotionele werk dat ik te doen had voor vorige generaties en hoe bijzonder het is dat dat tot op vandaag eigenlijk ook in mijn systeem vastzit, want we erven onze traumas. We erven niet alleen de kleur van onze ogen en ons haar, maar dus ook onze traumas wanneer onze ouders die niet volledig hebben kunnen oplossen. Ik zie het als een soort van programmering in onze lichaamscellen, als een trilling opnieuw. En wanneer deze trilling, deze programmering in onze ouders vastzit, dan zal die ook bij ons kunnen vastzitten in onze lichaamscellen. En dan is het heel nuttig om contact te maken met het trauma van onze ouders vanuit het begrip dat alles energie is. Dus de trillingsfrequentie die toen teweeg is gebracht vanuit een bepaald trauma, daar hebben wij terug contact mee te maken zodat we die trilling kunnen losmaken vanuit onze lichaamscellen. En daar is heel wat energetisch werk voor nodig. Je kunt het enkel energetisch terug bevrijden uit je systeem. Hè? Dus het heeft geen zin om. Zoals je bijvoorbeeld wel veel bij energetische healing ziet, om te gaan skippen naar enkel het luchtelement. Om te gaan zeggen: van ja, kijk, we kunnen verbinding maken met de hogere dimensies en vandaar het is alles te helen op aarde. Dat klopt, maar op aarde hebben we ook nog in dit lichaam bepaalde energetische frequenties te helen waar we nu mee belast zijn. En dan gaat het heel vaak over emotioneel werk. En wat mij persoonlijk betreft is dat um, het werk. Dat het langst op zich heeft laten wachten, ook moeilijkst toegankelijke. Want je start natuurlijk altijd eerst met je buitenste lagen. En wanneer dat je energetisch werk gaat doen, met de lagen die het dichtste um, bij jouw herinneringen liggen. Dus ook met dit leven. Je gaat nog niet aan de slag met de trauma's van je ouders, zolang dat je jouw eigen uh, levenspad nog niet hebt aangekeken. Dus ik ging iedere keer een stapje dieper en een stapje dieper en kwam er toen wel dat heel veel zaken die onopgelost bleven bij mij, dat ik die kon toewijzen aan stukken die in de vorige generatielijnen opgeslagen lagen, dat die dus eigenlijk nog altijd een impact hadden op mezelf. Zo ben ik erachter gekomen dat mijn, uh, mijn psoriasis, mijn huidziekte, eh, eerder het resultaat was van um, ja, generatiepijn uit de vaderlijn, terwijl de blaasklachten, het waterelement, eerder gelinkt kon worden aan pijn uit de moederlijn. Een heel bijzondere zoektocht. Die heeft er ook voor gezorgd dat ik een hele andere en diepere relatie met mijn eigen ouders heb gekregen, want ik raakte ook heel erg gefascineerd door mijn stamboom en het is pas door te beseffen wat er met die mensen in vorige generaties is gebeurd dat ik ook begrijp waarom dat dan nu tot op vandaag ook bij mij is. En enkel door het aan te kijken kan ik het zo mooi loslaten en dat is wel heel bijzonder. En daar merk ik onmiddellijk ook ja. Het fysieke resultaat van. Want door onder andere daarmee te werken, is onder andere mijn relatie met voedsel enorm verbeterd. Mijn relatie met voedsel leidde namelijk onder generatietrauma en daar was ik mij lang niet bewust van. Dus we hebben nu al uh, lucht en water gehad. Hè, dus het is heel duidelijk dat in onze mentale wereld belangrijk is om te beseffen hoe die in elkaar zit, om onze emoties te doorvoelen. En vervolgens is het tijd om. Vanuit ons vuur dingen in de wereld te zetten. En wat ik daar geleerd heb, is dat mijn vuur op een bepaalde manier heel lang onderdrukt is geweest. Ik heb te lang in mijn leven acties genomen die niet pasten bij wie ik was, omdat ik toen geen aandacht had voor mijn zielselement, omdat er te veel onderleefde emoties waren, was ik een leven aan het leiden dat het mijne niet was. Je kan je wel voorstellen hoeveel opgekropte energie er moet in mij gezeten hebben. En hoe erg onderdrukkend dat dat moet geweest zijn voor mijn identiteit. Dus dat opgekropte vuur dat in dat hart zat, dat kon niet naar buiten. Dat is ook heel logisch dan dat je ontstekingen krijgt. Ontstekingen die zo hardnekkig zijn, dat zelfs je Hans lijf begint te schreeuwen. Ik verwijs opnieuw naar mijn psoriasis. En de huid is niet toevallig um, de plek die zichtbaar wordt tussen de binnen- en de buitenwereld. De huid is ook daar waar onze identiteit zichtbaar wordt. Dus... Mm, het is niet verwonderlijk dat ik zeven jaar geleden in een identiteitscrisis ben beland. Want ik voelde niet dat ik mezelf kon zijn in dit leven. En mijn huid heeft dat ook heel letterlijk geuit. Want mijn huid, de ontsteking, die psoriasis uiteindelijk is op een heel diep lichamelijk niveau. Dat is eigenlijk het vuur dat niet naar buiten kan. En wanneer je het vuur niet naar buiten kan brengen op een manier die bij je hoort, ja, dan gaat je lichaam letterlijk schreeuwen. Dus wat ik eigenlijk te doen had en heb in dit leven. Is vanuit die helderheid in mijn luchtelement, door contact te maken met mijn ziel en het doorvoelen van emoties, terug bij mijn vuur te komen, maar dan op een geïnspireerde manier en op een manier die wel klopt voor mij. En als je dan ziet op welke manier ik mijn vuur nu kan aanwenden, dan verwondert het jou ook ongetwijfeld niet dat ik geen psoriasis meer heb. Ik heb een manier gevonden om het vuur dat in mij zit en in mijn hart zit, op een manier naar buiten te brengen die helemaal past bij wie ik ben. En daardoor automatisch krijg ik een gematerialiseerde, gemanifesteerde versie die gezond is en gelukkig is. Want al de vorige elementen zijn in balans. Het is zo dat het vuurelement nog af en toe um, naar boven wil komen, ook nu nog, uh, omdat er gewoon heel veel onder zit. Ik besef nu pas. Hoe lang, hoeveel jaren ik dat vuurelement diep heb onderdrukt. En hoe ik ook heel lang het vuurelement verkeerd heb gebruikt vanuit de verkeerde intentie. Ik heb namelijk heel lang mijn vuur gebruikt om mijn trauma toe te dekken. Ik nam met andere woorden heel vaak acties om bepaalde pijn niet te moeten voelen. Ik denk dat dat bij heel veel mensen iets herkenbaar is: hè? dat we dingen doen omdat we iets willen vermijden, omdat bepaalde emoties ons tot instinctief handelen brengen om bepaalde pijnen dicht te dekken. En het kan wel wat jaren duren om bloot te leggen wat je eigenlijk doet en waarom je handelt waarom je handelt. Dus bewustwording is heel belangrijk, energetische processen aangaan is heel belangrijk, omdat je vuurelement volledig in alignment zou zijn met de vorige elementen. Heel veel vuur in onze samenleving is namelijk gebaseerd op trauma en op pijn. Heel veel vuur is het resultaat van lage vibratie, van lage emoties. En wat krijg je als je vanuit een lage vibratie gaat handelen en actie nemen? Dan krijg je manifestaties die gebaseerd zijn op die lage vibraties. En dan krijg je een wereld waarin je je niet thuis voelt. Dan kijkt je rondom je en dan denk je soms: sorry voor mijn woorden, in wat voor fuck-up wereld leven wij we hier eigenlijk? Wat is dat toch met de mensheid? Waarom is de wereld zoals dat die is? Waarom ligt er zoveel, um, of waarom is er zoveel aandacht voor geld en voor economie en zo weinig voor het menselijke? Waar is de mens in dit alles? Waarom zijn we bijna als computers geworden? Waarom leven we zo impulsief en instinctief? Ja, dat is net mijn verhaal. Het niet bewust doorleven van al die elementen. Het handelen vanuit pijn en lage vibratie zorgt dat je jouw vuur verkeerd gaat inzetten en dat je aardse manifestaties krijgt die niet wenselijk zijn. En dus ook een lichaam dat daarop reageert: het lichaam dat schreeuwt in de vorm van ziekte. Jijzelf die je onvervuld en ongelukkig voelt. En zolang je niet bereid bent om doorheen al die elementen te gaan, zal je een aardse manifestatie krijgen die niet echt resoneert met jou. Waarvan dat je voelt, dit is niet mijn leven, dit is niet mijn wereld en dit is niet mijn lichaam. Dus je begrijpt nu beter dan ooit waarom het voor mij niet anders kon dan een holistische gezondheidsmissie neerzetten. Zolang ik namelijk alleen maar met gezonde voeding ging werken, was ik te veel gefocust op dat aarde-element. Wilde ik het gaan oplossen vanuit de aarde? En begrijp me niet verkeerd, vanuit de aarde hebben we het ook op te lossen, want waar komt voeding hier in de picture? En dat is een volledig andere invalzoek dan ik jaren heb gebruikt. Voeding is de hulpbron om het lichaam te helpen detoxen. Je kan ons lichaam zien als een opslagplek van al die energie die rondom ons hangt en die we ooit te doorleven hebben gehad, of die ja, het resultaat is van al dat trauma, al dan niet uit vorige levens of van vorige generaties. Wanneer je met die energielagen aan de slag gaat, dan ga je merken dat je lichaam er de behoefte aan heeft om dat naar buiten te brengen. Het is ook niet verwonderlijk dat ik eind vorig jaar heel, heel ziek ben geworden. Ik had namelijk maandenlang energetisch werk gedaan. En al die trillingen, die hebben bepaalde zaken losgemaakt in mij. Ik raakte plots frequenties aan die al jaren stil waren, misschien zelfs al generaties niet aangeraakt waren. En ineens ging ik gaan peuteren in die frequenties en aan die frequenties. Ja, dat is dan ook heel erg logisch, dat dat op een bepaald niveau losgemaakt moet worden, dat mijn lichaam daar afscheid moet kunnen van nemen, dat de oude lichaamscellen die die informatie in zich droegen, dat die oude lichaamscellen moesten opgeruimd worden. Want ik was er klaar mee. Dus ik moest ruimte maken voor nieuwe lichaamscellen. En hoe doet ons lichaam dat? Door ziek te worden. Door heel ziek te worden, door te kotsen, door koorts te maken. Door te detoxen. En hoe kunnen wij ons lichaam helpen met detoxen? Door voeding. En nu is de cirkel zo mooi rond voor mij. Nu besef ik ook welke enorme bijdrage kutnes daar kan leveren. Want gutness is een detoxproduct. Spirulina is een detoxsupplement. De darmen helpen het lichaam met detoxen, helpen het lichaam met het afbreken van oude cellen, zodat er ruimte komt voor nieuwe lichaamscellen. Dus uiteraard hebben wij ook hier op aarde de nodige ondersteuning nodig om die hele cyclus rond te maken, om dat volledig te kunnen belichamen voor de alignment. En dat is mijn boodschap op vandaag en dat is mijn missie op vandaag bij Kutnes. Aandacht hebben voor deze vier elementen. Alles mogen samenbrengen en met al die elementen kunnen werken. En het gekke is dat ik alles gecreëerd had en dan pas zag dat ik eigenlijk de vier elementen heb laten samenkomen. Ik heb dus niet bewust vanuit mijn mind bedacht van. Ik moet met de vier elementen werken en ik heb een aanbod nodig voor die vier elementen. Nee, ik heb het allemaal intuïtief gedaan. Ik heb intuïtief geluisterd naar wat kan ik brengen. Ik heb daar tarot onder andere voor gebruikt, maar ik heb ook gewoon intuïtief gehandeld en gekeken naar mijn eigen processen. En pas nu snap ik wat ik gedaan heb. Pas nu kan ik zien van, haha, maar dat ben ik hier aan het neerzetten, mijn goodness. En it makes so much, much sense, maar ik heb er heel lang over gedaan om te kunnen benoemen wat ik aan het doen was. Daarom heb ik zo lang geworsteld met mijn nieuwe missie. Ik voelde dat ik andere dingen moest doen en ik was ook gewoon andere dingen aan het doen, maar ik kon het nog niet brengen. Ik kon het nog niet verwoorden. En nu heb ik de woorden er ook voor. Ik kan het samenbrengen in een heel mooi holistisch gezondheidsconcept. En daarover gaat ons aanbod nu ook bij Goodness. We starten namelijk met de lucht door contact te maken met onze ziel. En daarbij ondersteun ik jou op basis van tarot. In de volgende stappen is het ook nodig om energetisch aan de slag te gaan met jezelf, zodoende dat je niet in je luchtelement blijft hangen, dat je daar niet gaat in doorslaan, maar dat je ook de andere elementen gaat integreren, zoals water en zoals vuur. Daarbij help ik jou met de energy boost klas. In de energy boost klas ga ik samen met jou doorheen al die lagen die ik zo net besproken heb, zodoende dat het ook kan bevrijd worden, om uiteindelijk te eindigen. Hier op aarde en hier op aarde heb ik goodness onze bakmixen, onze bakmixen die jou ook helpen in het complete proces wat ik nu net verwoord heb. Want wanneer je al dat energetische werk gaat doen, is er ook op fysiek niveau hulp nodig om jouw lichaamscellen te helpen detoxen. Het is zwaar voor ons fysieke lichaam hè, om dat energetische werk te doen. Onderschat dat niet. Het is noodzakelijk, maar het is niet makkelijk want ons lichaam moet al dat oude materiaal dat soms al generaties lang zit opgeslagen in ons, dat moet dat bevrijden. En we kunnen wel voedsel gebruiken om dat bevrijdingswerk te gaan doen. Dus de puzzel is voor mij gelegd. Alle puzzelstukjes liggen hier nu samen. En ik ben er ook heel dankbaar voor dat ik het op die manier nu kan brengen, dat ik eh, eindelijk mijn missie zo mooi kan vormgeven. Eh, en wanneer je nu ook op de website gaat kijken van Goodness, ga je zien dat alles daar samenkomt. Dat je dus ook al die zaken kan gaan uh, ja, volgen. Je kan starten met je luchtelement, je kan daarop aansluitend de energy boost klas volgen, je kan aan de slag met de bak mixen. En uh, ik ondersteun je dus graag met heel veel liefde op basis van mijn eigen ervaringen. En het is heel belangrijk om daarbij te vertellen dat ik niet de waarheid in pacht heb. Jij hebt die zelf. Jij hebt toegang tot jouw eigen waarheid, maar het is niet altijd zo makkelijk om die helder te maken. En om die helder te maken kan je Tarot gebruiken. En Tarot gaat voor jou andere antwoorden in petto hebben dan voor mij. Dus ik kan jou de tools aanreiken die mij geholpen hebben. En deze tools kunnen jou dan ook helpen om het bevrijdende werk te doen dat ik nu ook heb mogen doen bij mezelf, waar ik heel dankbaar voor ben. Dus ik zie mezelf als een, uh, een pelgrim. Een pelgrim die altijd onderweg is, altijd op pad is altijd ook zoekende blijft naar wat is het volgende dat ik mag aangaan en aankijken. En er is een punt waarop ik ook op jouw pad mag passeren en dat ik mag meelopen met jou. Um, heel vrijblijvend en als iemand die jou een duwtje in de rug kan geven en die jou kan inspireren. Niet iemand die zich boven jou wil zetten of die jou veroordeelt of beoordeelt, maar iemand die echt naast jou wandelt, omdat ik heel veel gelijkwaardigheid voel. Um, ik voel ook dat dat is waar de nieuwe wereld over gaat, over liefde en gelijkwaardigheid. We kunnen allemaal van betekenis zijn voor elkaar in dit aardse leven. En um, we bevinden ons allemaal op onze unieke levenspad, op exact de juiste plek waar we horen te zijn. Iemand die op een verder punt wandelt dan jou, dat is niet omdat hij verder is dan jou, dat is gewoon omdat hij een ander pad bewandelt dan jou. En misschien kan die persoon jou dan eventjes inspireren en jou meetrekken. Maar nooit of te nimmer om jou het gevoel te geven dat je minder bent of um, dat je het verkeerd doet. Alles hoort exact te zijn zoals het is. En ik ben dan ook heel dankbaar dat ik nu deze podcast kan lanceren, omdat ik echt geloof dat de waarheid gevormd wordt door heel wat puzzelstukjes. En mijn unieke puzzel is niet jouw unieke puzzel. De stukjes die resoneren met jou, die mag je gerust van mij komen gebruiken en jou laten inspireren door mij. Misschien ben je enkel gefascineerd door tarot. Misschien wil je enkel mijn bakmixen gebruiken en zeg je ja, met de rest heb ik niks. Of misschien heb je enkel behoefte aan het energetische. En het kan ook zijn dat je het allemaal kan gebruiken. Be my guest, zou ik zeggen. Maar het is niet dat ik hier de ganse puzzel alleen maak en dat de ganse puzzel enkel en alleen door mij kan gelegd worden, want er zijn zoveel waarheden en zoveel invalshoeken. En dat is exact de reden waarom ik het Goodness Partner Netwerk heb opgericht. Omdat al die mensen ook hun unieke stukje bijdragen tot die complete puzzel. En dat is ook opnieuw de reden waarom ik deze podcastreeks maak. Holistisch gezond gaat over al die puzzelstukjes. En ieder mens, iedere ziel, heeft zijn eigen unieke verhaal te brengen. En vanuit dat unieke verhaal wordt duidelijk welk pad je hier te bewandelen hebt en welke stukken je kan aankijken. En ik vind het superboeiend om met de gasten in deze reeks hierover in gesprek te gaan. Om naar hun unieke verhaal te luisteren en van daaruit te kijken welk puzzelstukje kunnen zij nog leggen. Welk puzzelstukje hebben zij nu in handen op basis van hun eigen reis? En zo zijn we allemaal pelgrims op ons levenspad, op mekaars levenspad. En lopen we allemaal samen in gelijkheid naast elkaar om elkaar te helpen, om elkaar puzzelstukjes aan te reiken. Dus dat is ook exact wat we nu gaan doen. De komende weken neem ik jou heel graag mee, samen met de, ja, de mensen die ik interview, de gezondheidsexperts die ik interview, om een heel unieke. Ja, een unieke visie te gaan belichten. Een stukje waar ik dan misschien iets minder ervaring mee heb. Of een stukje waar ik het nu minder over heb. Om, omdat dat dan hun passie is. Zo kunnen zij hun passie overbrengen. Want ik geloof dat iedereen vanuit zijn of haar vuur handelt. En op dit moment zit mijn vuur heel erg in alles wat ik met tarot doe. En met energetisch werk. En ook nog steeds met voeding. En ik breng dat gewoon allemaal samen. Maar er zijn ook mensen op mijn pad gekomen die... Een heel unieke expertise hebben. En ik vind het bijzonder om hen een podium te kunnen geven om dat stukje bloot te leggen voor jullie. Dus ik nodig jullie met mijn volle hart uit om naar de komende reeks te luisteren. Um, je hoeft er zelfs niet echt bewust tijd voor te maken. Het is tegenwoordig zo toegankelijk en makkelijk om naar een podcast te luisteren. En uh, om zelfs tijdens je dagelijkse bezigheden de podcast gewoon op te zetten en het, het te beluisteren en je onder te dompelen daarin. Ik beloof je oprecht, het wordt zo boeiend. Het wordt zo uniek. Er komen zulke interessante gasten ter sprake, waardoor ik ervan overtuigd ben dat, dat, dat jouw wereldbeeld terug kan verruimen, dat jouw bewustzijn terugruimer kan worden. En dat is de reden waarom ik doe wat ik doe. Met hart en ziel. Dus merci, merci om er opnieuw bij te zijn, om op opnieuw te luisteren naar deze podcastreeks Holistisch gezond. Ik kijk er heel erg naar uit om de komende weken. Opnieuw jouw inspirator te mogen zijn samen met andere gezondheidswerkers. En ik zou zeggen, tot de volgende aflevering. Bye.